En de goudmultinational Newmont Suriname heeft het afgelopen jaar goede ontwikkelingen doorgemaakt. Het bedrijf heeft de beoogde productie van ongeveer 510.000 ounces goud gerealiseerd. Dit zei Newmont topfiguur Albert Ramdien dinsdag tijdens een informatiebijeenkomst van de kenniskring. Het bedrijf heeft ook goede vooruitzichten voor de komende periode. Ruim 80 miljoen zal geïnvesteerd worden in de komende maanden. Volgens Ramdien heeft de multinational bijzonder hard gewerkt om dit gerealiseerd te krijgen. Hij benadrukt dat er in Suriname nog veel groeimogelijkheden zijn voor Newmont. Even bijvoorbeeld dat we op dit moment ready zijn om in Sabayo een exploitatievergunning aan te vragen. Nadat er 5-6 jaar geëxploreerd is en de nodige studies zijn gedaan voor wat betreft de social impact, environmental impact, milieustudies en de sociale studies. We hopen dat we binnenkort dus die aanvraag kunnen doen voor een exploitatie. Dat zal weer betekenen dat er een stukje groei is in het bedrijf en dat Newmont Suriname dus hier langer kan zijn. Hetzelfde geldt voor andere exploratiegebieden. In dit geval binnen de area of interest een gebied van ongeveer 60.000, 70.000 hectare in Noord-Zuid-Amazonië. Dat is ongeveer bij die Sara Creek, dichtbij de Stuwmeer in het zuidoostelijk deel. Dat is aan het begin van exploratie, dus ik verwacht pas over zo'n 6, 7 jaar dat er echt iets meer concreets komt of er nou commerciële productie is. Ramdien zegt verder dat Newmont ook tegenslagen heeft gehad in het afgelopen jaar. Deze zijn volgens hem gelukkig miniem gebleven. Van de uitdagingen, de problemen die we hebben ondervonden, zijn er misschien twee die ik kan noemen. Eén is, en beide zijn meer technisch van aard. Er is vaak veel organisch materiaal in het erts, boomstammen en al dat soort dingen. En die kun je dus niet in die molen zetten, dus anders gaat die vastzitten. Dus die moet je eruit halen, dat vertraagt het proces. En belangrijker is de regen. Regenseizoen. Als het veel regent, dan is het enorm moeilijk, want dan is die blubber zo dik. En dan kunnen zelfs die grote trucks van 150 ton niet uit de mijn rijden. U zag Newmont Suriname topman Albert Ramdien. Hij sprak dinsdag tijdens een informatiebijeenkomst van de kenniskring. De goud multinational heeft volgens hem goed geboerd het afgelopen jaar.